Ja, welkom allemaal. Vandaag ben ik de verslaggever van Agrifly. Ik ga jullie vertellen wat het team, het aanvalsplan, de rebound en het special effect is van Agrifly. Vandaag ben ik bezig met het aanvalsplan en ben ik op zoek naar nieuwe klanten. Zoals jullie wellicht weten is Agrifly een eenmanszaak. Dit betekent niet dat ik geen collega's heb. Ik werk goed samen met programmeurs, biologen en collega's in verschillende projecten. De boer is eigenlijk ook onderdeel van mijn team. Of ben ik juist onderdeel van de boer zijn team? Deze boer heeft zojuist een flyer gekregen met informatie over mijn dienst. Flyers combineren met presentaties, 1-op-1 gesprekken of een gratis proefvlucht bij de boer. Hier ziet u het geavanceerde GPS-scherm wat ervoor zorgt dat de trekker volledig autonoom kan rijden. We gaan door naar het volgende onderdeel van het aanvalsplan. Na deze geweldige driepunter kunnen we het hebben over het special effect van Agrifly. Een belangrijke special is dat ik mijn klanten goed ken en weet dat ik met concrete data moet aankomen. Deze informatie laat ik hier zien op het scherm. Deze kaart geeft een overzicht van de gezondheid van de planten. En hierop kunnen we teeltadviezen baseren. De tweede special is dat er hierdoor nauwkeuriger en efficiënter wordt bemest en hierdoor wordt de plant minder vaak ziek. Er hoeft minder bespoten te worden, wat weer beter is voor het milieu. De derde special is dat Agrifly een jong en vrijdenkend bedrijf is. Ik studeer nog en ben niet afhankelijk van investeerders. Dit maakt dat Agrifly snel op kansen kan inspringen. We gaan door met de rebound. Ook bij ons gaat er wel eens iets mis. Dit levert ons waardevolle informatie op. Een belangrijke fase die we hebben doorgemaakt is de fase waarin ik overal handel en nieuwe toepassingen voor de drone zag. Kan ik ook een bos invliegen? Kan ik een warmtebeeldcamera gebruiken? Een bouwplaats in 3D scannen? Of een hoogspanningskabel inspecteren? Technisch kan dit allemaal wel, maar dit komt de kwaliteit bij de boer niet ten goede. Ik heb ervan geleerd om mij op één ding te focussen. Bij Donar is de roleplayer een beslissende factor. Ik maak graag de vergelijking met Agrifly als roleplayer voor de boer. Het winnen van deze award zorgt ervoor dat Agrifly nog een stapje hoger komt en kan doorgaan met innoveren.